het wel een goede oproep. Voorbereiden kan altijd goed zijn op onverwachte situaties. Kijk, we zitten in een bijzondere tijd dat we met de oorlog Rusland-Oekraïne, weet iedereen van. Dus het is wel belangrijk dat mensen zich goed voorbereiden en zich goed voor hun bewust zijn. Want het kan zomaar uit de hand lopen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het kan. De dreiging wordt steeds groter, geloof ik, hè? Ja, de dreiging wordt steeds groter. Want volgende week zijn er NAVO-oefeningen, grootschalige NAVO-oefeningen. Er was een top afgelopen dagen. Klopt. En in dat kader is die oproep geplaatst. En er wordt toch van mensen gevraagd om vrij reëel te zijn daarin. Ja. En heb je zelf een radio op batterijen en een zaklamp? Ik heb zelf radio batterijen en ik heb wel wat drinkwater, maar waarschijnlijk niet genoeg om misschien maanden erop van te leven, zeg maar. Mm-hmm. Maar in ieder geval wel wat. Dus een noodpakket eigenlijk? Ja, een klein noodpakket. Ja, okay. Wel, ja. En NAVO, wat betekent dat? Nou, betekent dat voor mij dat we gezamenlijk, als wij bedreigd worden of aangevallen worden, dat wij ons gezamenlijk kunnen verdedigen. Zoals de Duitsers, de Fransen, maar ook wij, Nederlanders. Mm-hmm. Water en radio en een zaklamp in huis halen, want we moeten ons voorbereiden op het onverwachte. Ik ben niet met hem eens. Nee? Nee, dat ik vind, hoe kan die man dat nog wel weer, dat rollen is dat weer. Dat er land bent die, dat kun je met Iran, met Pakistan ook wel zien. En ik denk, jongens, waar gaat het over? Kijk, en ik van, oh ja, hoe ga je zo leven, hè? Zeg ik het niet. Kijk. U legt u dat zoiets naast u neer? Naast mij neer, ja. Sowieso vind ik dat je op dingen voorbereid moet zijn, dus niet speciaal daarvoor. En ik denk dat als er echt iets vreselijks gebeurt, dan is 36 uur ook niet genoeg. Dus, ik denk dat we gewoon heel erg flexibel moeten zijn en snappen hoe we met elkaar samenwerken om het een beetje zo goed mogelijk op te lossen. Dus een radio en een zaklamp, die hebt u al in huis? Ja. Op batterijen dan, de radio op batterijen, hè? Bedoelt hij. Ja. De kopman, kopstuk van de NAVO. Ja, maar ja, die batterijen gaan ook op. Ik heb wel oplaadbaar, maar ik heb wel gedacht over een zonnepaneeltje om batterijen op te laden. Mm-hmm. En water, heb u dat ook in huis? Flessen water? Nee. Nee. Dat zou nog eventueel. Maar ik heb wel een waterfilter die heel goed werkt. Dus desnoods kan ik het uit de oude gracht halen. Ik vind het wel goed. Ja, en bent u ook van plan een radio op batterijen aan te schaffen? En zeg maar een zaklamp. En een aantal liter water. Ja. Dat je dat in voorten hebt is altijd fijn. Want hij zegt, we moeten wel rekening houden met het onverwachte. Hè? Ja, zeker. De tijden zijn veranderd. Het onverwachte verwachten, zo formuleert hij het. Ja. Ik vind het een goed idee. Dus u gaat binnenkort kijken wat u kunt kopen? Ja, okay. Zeker. Nou, wat vindt u zelf van de situatie nu waar we met z'n allen in verzeild zijn geraakt? Wordt er niet leuker op. Wordt er niet leuker op, nee. Nee, echt niet. ik denk wel dat we er wel wat mee gaan doen. Maar een zaklamp? De zaklamp en het water, dat en een noodpakket. Wel belangrijk. En wat blikken eten en zo. Hoe ervaart u dat? Dat zijn toch wel een dreiging die steeds concreter wordt, hè? Ja, maar ik wil me daar gewoon niet naar over maken. Oké. Okay.